Hallo, dit is alweer de 10e vlog van mij. Ja, ik ben er heel trots op. En toen ik uit school kwam, toen had ik even geld meegenomen van huis. En toen ben ik 's middags naar de Zeeman geweest. En toen had ik dit gekocht. Dit ding heeft en de knol ook en ik vond het wel leuk. Dus ik heb hem ook gekocht. En dit zijn van die kogels. En hierachter zit confetti in, helemaal vol. En dit ding stop je dan in de dinges. Moet je eerst een klepje open doen en dan stop je het erin. En dan kan je hiermee zo bang, schieten. En dan komt de confetti uit. Misschien doe ik het later nog in mijn vlog, misschien ook niet. Ik ga er sowieso nog een video over maken, de setjeschap. Wordt echt een epische video. En jij bent de eerste die weet hoe deze video gaat heten. Behalve als je hem al vaker hebt gezien. En ja, de video gaat heten dan. Een paar redenen. Ik bedoel, dan heb ik het over 5, 6, 7 redenen of zo. Om zelfmoord te plegen. En dan had ik al een voorstel. Er zitten mijn broertje en ik op een bank. En zegt mijn broertje van, ik heb gehoord dat iedereen je haat. En dan pak ik dat geweer. En dan schiet dan zo. Bam. En dan komt de confetti uit. En dat leek me wel grappig. Dus die video komt eraan. Ik denk dat ik hem morgen maak. Of vandaag nog. Ik denk morgen. Maar als het weer een beetje goed zit, dan doe ik het vandaag. Dus je kan je voorbereiden. En ja, meer dingen heb ik niet echt om te laten zien. Maar er staat nog wel een ding buiten. En die laat ik jullie nu even zien. Kijk, dit is vanuit mijn raam. En daarvoor zie je een, wat is het? Jeugdcircus Bombari staat erop. En daar werkt ze. Mijn oppas, nu werk ik als leider of zo bij de leiders, bij de 18-plus groep. En ik ben er ook wel zelf een keer geweest. En ik vond het toen best wel leuk. Want je kon veel, het was wel spectaculair. En er gingen heel veel mensen op elkaar stapelen. Maar één ding, dit is geen reclame. Maar blijf kijken naar deze epische video. Maar ik heb geen flauw idee wat er nog achteraan komt. Misschien, heel misschien, dat ding van die partypopper. Laat ik hem nog even zien. Blijf kijken. Even vergeten, doe alvast een blauw duimpje omhoog. Nou, ik ga dit wel doen. En dit is dat ding. En we gaan nu testen voor de eerste keer. Yay! Wat spectaculair. Super cool toch? Doe eens nog een keer. Nog een keer? Ja, nog een keer. Waarom draait hij niet? Hij moet toch draaien? Nee, ga gewoon schieten man. Zie je? Er zit nog allemaal spul in. Oké, wacht. Ik ga hem weer even goed doen. Dan. Check this. Oh, idioot. Jongen, dat kan pijn doen, man. Denk je? Je moet wel goed kijken in het scherm wat je filmt. Oh ja. Hoe zou de pijn doen? Denk ik. Kut, het wil niet. Nou, je krijgt er dan zo'n kogel. Nee, die zit er nog in.